Hallo allemaal, leuk dat jullie weer kijken. Vandaag ben ik in Kamperveen en daar woont een melkveehouder waarmee ik in gesprek ga over het thema melkkwaliteit. Ik ben Roland van der Schering, een melkveebedrijf in Kamperveen met 125 koeien en 60 hectare land. En we gaan voor de melkstroom boerderijmelk vanaf 1 januari 2019. Kiemgetal is belangrijk, celgetal is zeker zo belangrijk. Dan zorg ik voor een schoon legbed, een doekje per koe en dippen. Ik zie een nieuwe tank, kun je daar wat meer over vertellen? Ja, dat klopt. We hebben vorig jaar een andere tank gekregen, omdat wij toch tegen onze koelcapaciteit aan zaten. De oude koelde tot 3,5-4 uur en deze is gewoon binnen een half uur na melk is het klaar. Maar het kiemgetal gewoon na 5, 6. En dat zal altijd op 14, 15. Heeft u ook een tip om de melkkwaliteit, ondanks het warme weer, goed te houden? Mijn warme weertip is gewoon, zorg voor goed water, ventilatoren en vliegenbestrijding. Nou zag ik op stal net lekker vers gras voor de koeien. Hier buiten een mooie opraapwagen. Kun je mij vertellen wat het op jullie bedrijf te maken heeft met de melkkwaliteit? We hebben 6 jaar geleden bewust voor gekozen om te stoppen met beweiden. Om een constantere voeropname te krijgen. En dat resulteerde in een vet- en eiwitverhoging van meer dan 3/10. Nu weten we wat de familie van de Scheer belangrijk vindt voor een goede melkkwaliteit. Namelijk een goed celgetal, een goed kiemgetal, waarbij een forse verbetering is gedaan na de aanschaf van een nieuwe koelinstallatie. Goede verzorging bij warme dagen. En daarnaast is voor hun stalvoer belangrijk, wat geholpen heeft aan een verbetering van het vet- en eiwitpercentage.